Goedenavond allemaal, mijn naam is Ulf Kerriëtje. Ik ben officieel spreker voor Skyworld Community voor Nederland. Daarnaast ben ik lid van het communicatieteam en wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie binnen Nederland. En ik ben professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter en daar kom ik later in deze webinar even op terug. Op dit moment is het milieu een hot item en dat wil zeggen dat er heel veel uitvindingen worden gedaan om ervoor te zorgen dat het klimaat een klein stukje meer wordt teruggebracht. Dat het eigenlijk een stukje leefbaarder wordt op onze aarde, zodat we minder last hebben van de situatie waar we nu mee te maken hebben. En dat zijn uitvindingen waarbij je kunt voorstellen dat het zonnepanelen kunnen zijn, of uitvindingen met windenergie of waterenergie. Je kunt het zo gek niet bedenken, of op dit moment zijn ze er echt mee bezig om dat eigenlijk zo goed mogelijk in goede banen te leiden, omdat ze een idee hebben. Alleen soms kan een idee zo fantastisch zijn, maar is de werkelijkheid helaas nog niet op datzelfde punt. En voor datzelfde geldt natuurlijk ook dat de ene uitvinding iets beter is en de andere uitvinding is iets minder goed. Dat wil niet zeggen dat ze slecht zijn, maar de smaken verschillen. Sinds 1978 is Anatoly Yunitskiy begonnen met zijn idee te visualiseren, vorm te geven en daarmee ook letterlijk uit te vinden. En wie is Anatoly Yunitskiy? Anatoly Yunitskiy is eigenlijk de geestelijk vader of de bedenker van Yunitskiy String Technologies. Hij is general designer, heeft een x-aantal samenwerkingen, heeft een x-aantal prijzen en onderscheidingen gekregen voor het werk wat hij heeft gedaan. En hoe oostelijker we gaan op deze aardbol, hoe bekender Anatoly Yunitskiy is. En hoe westelijker we gaan op deze aardbol, hoe minder bekend Anatoly Yunitskiy is. En wat is dan zijn idee? Nou, zijn idee, daar kom ik zo meteen in deze presentatie op terug. Maar wat is zijn drijfveer? En dat is eigenlijk de wereld een stukje beter achterlaten als wat hij nu is. Dat is eigenlijk de meest concrete situatie of meest concrete zin die ik jullie kan meegeven. Ook hij ziet het natuurlijk hetzelfde als wat wij zien en ook hij ziet met leden ogen dat een hele hoop situaties gewoon niet werken. Wil dan zeggen dat zijn situatie wel gaat werken? Nou goed, persoonlijk zeg ik acuut ja, maar ook daar zullen meningen weer over verschillen en dat is niet erg. Maar Anatoly Yunitskiy pakt het wel heel goed aan. Dat wil zeggen, hij is in 1978 begonnen met zijn idee te visualiseren en vorm te geven. En inmiddels is hij in een fase beland waarbij hij zijn idee ook kan produceren. Maar in de afgelopen jaren heeft hij alles wat hij heeft uitgevonden vastgelegd. Dus dat wil zeggen dat de concurrentie er niet mee vandoor kan. Dit zijn een x-aantal patenten en certificaten uit het arsenal of uit het gamma wat hij inmiddels heeft weten te bereiken. Dus daarmee kun je je voorstellen dat bijvoorbeeld iedere schroef die ontwikkeld is heeft moeten worden, dat die ook gepatenteerd is. Dus bijvoorbeeld als ze hier bijvoorbeeld in China niet mee aan de haal kunnen. En als ze dat wel willen, dan kunnen ze vervelende situaties verwachten. Dat maakt eigenlijk dat alles gewoon van Yunitskiy String Technologies en verder buiten beschermd is. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook andere soort certificaten. En ik heb een aantal certificaten verwerkt in deze presentatie. Maar de meest belangrijke, die zijn iets kleiner. Die staan allemaal op de afgelopen sheets. En dan rijst ook altijd de vraag van wat maakt nou dat Yunitskiy String Technologies niet in Europa actief is? Of zijn ze in Europa niet op de hoogte van het bestaan van Yunitskiy String Technologies? Nou, dat zijn ze wel degelijk. Als we kijken naar het certificaat met het ja-vinkje, dat is voor jullie rechtsonder op jullie scherm, dan zien we, en dat is denk ik niet heel goed leesbaar, maar deze is afgegeven door de Europese Unie te Brussel medio 2018. Dus ook de Europese Unie is wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Yunitskiy String Technologies. Daarnaast is Yunitskiy String Technologies ook toegevoegd aan een internationale database van bona fide bedrijven. Dus dat wil zeggen dat er internationaal met een gerust hart zaken gedaan kan worden met het bedrijf Yunitskiy String Technologies. Ook hebben zij inmiddels een ander certificaat gekregen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ze inmiddels van een normaal bedrijf toegetreden zijn tot een wetenschappelijk bedrijf. Dus we hebben hier te maken met een wetenschappelijke start-up. En ik noem het wetenschappelijke start-up, omdat ze op dit moment nog steeds door middel van de crowdfunding hun idee kunnen vormgeven en kunnen ontwikkelen. En ze zijn nog steeds in de opstartfase, al zullen sommige mensen denken van het is al een heel echt bestaand bedrijf. Dat klopt, het is dus eigenlijk een reus in kinderschoenen, zullen we maar zeggen. Maar dit certificaat geeft dus aan dat ze inmiddels een wetenschappelijke organisatie zijn die de erkenning heeft vanuit Wit-Rusland. En zo zou Yunitskiy String Technologies er dan kunnen uitzien. Als we naar de foto kijken en voor degene die een stukje tekst willen lezen, voel jullie vrij. Dan zien we
transportsysteem wat gebruik maakt van het tweede niveau. En het tweede niveau wil niks meer en niks minder zeggen. Het niveau boven ons. Wij lopen op de begane grond, dus op het grasveld, zoals jullie op de foto kunnen zien. Vervolgens zie je een aantal pilaren in jullie scherm staan. En daartussen is horizontaal een spoorconstruct gelegd. En daarover rijden of hangen modules die van A naar B rijden. En dat geeft dus als voordeel dat de natuur weer op een goede manier tot bloei kan komen, dat het geen hinder zal opleveren voor mens en natuur die gebruik maken van het eerste niveau. Wat zou Unitsky String Technologies kunnen bereiken? Nou, een goedkopere manier om te reizen van A naar B, zowel voor passagiers als voor goederen. Het is een efficiëntere manier van bouwen. Ze nemen in plaats van 100 vierkante meter bouwterrein in beslag, nemen zij er misschien net 10 vierkante meter van in beslag, omdat alles zich bevindt op het tweede niveau. Dus je houdt ruimte over. Het zorgt voor meer ruimte voor mensen en natuur. Het is CO2 neutraal. Ik kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Renewable energy, dat is in het Nederlands is dat herlaadbare energie. Eigenlijk alles zit er maar in wat erin kan zitten. En in het verleden heeft men natuurlijk ook getracht om een baan te creëren die gebruik maakt van het tweede niveau. En we hebben er een aantal in de wereld. Dat zijn zogeheten monorails. Die heb je in Dubai, in Florida heb je ze rijden. Sommige metro's rijden in Amerika ook echt op het tweede niveau. Maar ook in Europa hebben we het dichter bij huis. In Duitsland, in de Duitse stad Wuppertal, hebben ze een baan gebouwd over de rivier, waar de stad naar is vernoemd, de Wupper. En daar rijdt daar rijdt in dit geval dus een gondel van A naar B. Nou, je ziet eigenlijk al aan het construct of ruimte dat alsnog in beslag neemt. Maar het idee is natuurlijk wel fantastisch. En waarom is dat idee? Als we naar de foto aan jullie rechterkant van de sheet kijken, dan zien we dat de situaties op deze planeet zijn die eigenlijk gewoon niet goed zijn. En dan druk ik me heel zachtjes uit. En dat zeg ik ook zonder de bril van een ecologische hoe moet ik het goed netjes verweer? Ik zeg dat met een normale bril. Ik zeg dat niet met een andere bril, maar gewoon met een normale bril. Als ik gewoon kijk naar een bestaande situatie, zie ik files, zie ik bussen die stilstaan. Op het moment dat auto's langer moeten stilstaan, dat betekent dus dat ze extra vuil uitstoten. Dat je te maken kunt krijgen met smogvorming. Voor mensen is het natuurlijk ook niet te doen, omdat je langer bezig bent met ergens te komen dan dat je ook daadwerkelijk ergens bent. Ik kan situaties uit Nigeria aanhalen waarbij mensen naar hun werk moeten en dat ze gemiddeld 3 uur onderweg zijn en dat ze en een paar uur kunnen werken. En dat ze vervolgens weer 3 uur terug naar huis moeten over diezelfde weg. Dus al met al zie je dat de wereld letterlijk en figuurlijk aan het dichtslippen is op vele fronten. Unitsky String Technologies wordt ook veelal verward met kabelbaansystemen. En dan is het natuurlijk heel voor de hand liggend en verleidelijk om aan te geven, het is een kabelbaansysteem, maar dat is pertinent niet. Een kabelbaansysteem of een monorailsysteem, dat zijn getrokken systemen, monorailsysteem natuurlijk niet, maar een kabelbaansysteem is een getrokken systeem. Dat wil zeggen dat er zowel onder als bovenaan een helling, dat er motoren staan met grote tandwielen en die trekken die kabelbaan van A naar B. Dus op het moment dat je een probleem hebt met een motorwiel, zou het kunnen zijn dat de kabelbaan zelf tot stilstand komt, waarbij ook de gondels niet meer van hun plek afkomen. Nou, als we dan kijken naar Unitsky String Technologies, wat dat dan is, dan kun je zien dat het eigenlijk de contouren misschien wel heeft van een kabelbaansysteem. Maar als je dieper gaat kijken, dan zie je dat dit systeem beschikt over artificial intelligence, over eigen motorwielen. Dus dat betekent dat iedere module afzonderlijk van elkaar in staat is om van A naar B te rijden. Zowel voor passagiers als voor goederen. En dit is een 2D oppervlak van onze aarde, hoe dat eruit ziet. En dan zie je dat ons aarde bestaat uit dalen en uit heuvels. Op het moment dat wij mensen iets willen gaan bouwen, moeten wij de boel egaliseren. Dus dat zie je op het tweede plaatje. Daarbij komen de dieren en andere belangrijke gewassen altijd letterlijk in het gedrang. En ze moeten altijd plaats maken voor de bouwdrift van ons mensen. Vervolgens, als de boel geëgaliseerd is, kunnen we beginnen met een fundering te plaatsen. En als die fundering op zijn plek ligt, dan komt in dit geval een doorsnede van een spoorconstruct erop. Dus als we dan kijken, zien we een soort drietrapsraket. En dan zien we dat er eigenlijk veel meer ruimte nodig is om iets te bouwen dan het daadwerkelijke bouwconstruct. Nou, als we nu gaan kijken naar de constructie van Unitsky String Technologies, dan zie je dat het niet horizontaal is, maar dan zie je dat het verticaal is. En daartussen zie je natuurlijk wel een horizontale kabel. Maar je ziet eigenlijk direct al dat het meer ruimte overhoudt voor moeder natuur of voor onze aarde.
De intermediate supports, of de pilaren, die kunnen op verschillende spanwijdtes van elkaar worden geïmplementeerd. Dus zo kan het eigenlijk zijn dat de klant zegt, ik wil op 40 meter van elkaar een intermediate support hebben. Of dat de klant zegt, ik wil op 200 meter van elkaar een intermediate support hebben. En op deze beide afstanden worden op dit moment zowel in de Emiraten als op het testpark in Wit-Rusland wordt er volledig op getest. Maar het grote voordeel is natuurlijk dat je ziet dat onze aardoppervlak minder ruimte hoeft af te staan. Dus dat er meer ruimte overblijft voor de natuur. Dus je ziet dat het dalenlandschap nog steeds intact blijft. En hoe gaat het dan verder? Nou, wat ze vaak doen is eerst een kleine fundering plaatsen. Daarop wordt de intermediate support gezet. En als de intermediate support staat, dan wordt de kabel gespannen. Op het moment dat die kabel is gespannen, dan kan ook er kunnen ook de hulppilaren ertussenuit worden gehaald. Dus dan kom je op een grote spanwijdte, in dit geval bijvoorbeeld van 200 meter, van de ene intermediate support naar de andere intermediate support. En dan zie je dat er genoeg ruimte overblijft voor, ja, in dit geval de natuur, zoals het was. De uiteindes worden losgemaakt uit de grond en die worden bevestigd aan een enkel support. En een enkel support is niks meer en niks minder dan een opstapstation. Vandaar het woord anker. In het opstapstation hangt natuurlijk een groot blok. En dat noemen ze een anker. En dat is eigenlijk het punt waarbij de modules altijd het station binnenkomen rijden. Dan hebben we ook nog wat informatie over het systeem onder de witte kappen. Het anti-dewormant systeem. En dat is het systeem dat ervoor zorgt dat de modules niet kunnen ontsporen. Daarnaast zien we ook een doorsnede van een bepaald type stringrail. En dan zien we hoe dat eruit ziet. Dan hebben we bovenop de railbedding. Dan krijgen we de behuizing. Dan hebben we 6 getwiste snaren. Zo zou je het eigenlijk het meest makkelijke kunnen zeggen. En dat geheel wordt bij elkaar gehouden door opvulmateriaal. Nou, dit zorgt ervoor dat het ijzer sterk wordt. En dat aan de bovenkant van de stringrail, dus het contactpunt waarbij de wielen contact maken, daar geeft Unitsky String Technologies een garantie op af van 100 jaar. Dus dat wil enkel zeggen hoeveel vertrouwen zij hebben in hun product. Nou, dit is dan nog wat informatie over hoe modules zouden kunnen rijden. Dat kunnen ze opdoen op verschillende manieren, op verschillende intervals achter elkaar, van elkaar. En daarbinnen zijn ze in staat om met elkaar te communiceren. Dus mocht een module een probleem hebben wat niet kan worden opgelost, dan is er altijd de mogelijkheid dat een andere module aankoppelt, zowel voor als achter de module. En op die manier de passagiers of de goederen op een veilige manier naar het dichtstbijzijnde op- of aflaatstation kan brengen. Dus zo zie je dat ze eigenlijk op verschillende niveaus en op verschillende factoren aan het kijken zijn hoe ze dit systeem zo milieuvriendelijk kunnen krijgen, maar ook zo efficiënt mogelijk kunnen krijgen. En dit is een 3D-tekening van een station. Zo zou het eruit kunnen zien. Dus als je naar het station kijkt, dan zie je dat het wederom wel wat ruimte in beslag neemt, maar lang niet zoveel ruimte als een bestaand station, bijvoorbeeld Amsterdam Centraal of noem maar een ander treinstation of busstation op. Want alles bevindt zich op het tweede niveau, dus je hebt geen last van ruimteverlies. Dan is er ook wat informatie over de drone. Op dit moment is de drone in ontwikkeling. Hij kan op dit moment een laadvermogen tillen van 750 kilo ongeveer. De bedoeling is dat hij 1500 kilo gaat tillen. Als dat is gedaan, dan zal die ook door de test- en certificeringsfase heen komen en direct worden gebruikt om geïmplementeerd te kunnen worden, zodat hij moeilijk bereikbare gebieden waar Unitsky String Technologies gaat bouwen kan bevoorraden, zodat de werkers niet meer met vrachtwagens moeilijk bereikbare gebieden hoeven te doorkruisen, maar dat de aan- en afvoer via de lucht kan worden gerealiseerd. We hebben 3 verschillende soorten type stringrails. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules eraan hangen. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules zowel hangen als erboven langs kunnen rijden. En we hebben een flexibel stringrail. En het woord flexibel zegt wel flexibel. Dat is een gebogen spoorconstruct. En dat betekent dat eigenlijk het laagste punt altijd lager is dan het hoogste punt. Het mooie van de flexibel stringrail is dat de modules op deze stringrail ook extra energie kunnen opwekken. Op het moment dat ze naar het diepste punt toe rijden, dan wekken ze energie op. Op het moment dat ze weer naar een intermediate support toe rijden, om het even makkelijk te houden, die is wat hoger, dan zullen ze wat energie verbruiken. Maar dat is een onophoudelijke cyclus. Daarnaast door staal op staal wrijving komt er ook energie vrij, die ook weer afzonderlijk opgeslagen kan worden in accu's. Daarnaast kunnen ze ook zonnepanelen integreren in bestaande stringrails. Dat zullen we straks ook daadwerkelijk gaan zien in commerciële trajecten. Dus eigenlijk zijn de ideeën eindeloos om
om er maar voor te zorgen dat Unitsky String Technologies, het idee, zo efficiënt mogelijk ingezet zou kunnen worden. Dus dat betekent ook weer, even als klein uitstap, dat je geen zonnepanelen meer op de grond hoeft te leggen, maar dat je ze kunt integreren in een bestaande stringrail, waarbij ze dus ook niet extra ruimte vragen van onze aarde. Aerodynamica is natuurlijk altijd een heel belangrijk aspect. Je kunt niet een baksteen creëren en ervan uitgaan met een beetje veilen en slijpen dat het dan ook aerodynamisch zo goed in elkaar zit. Nee, dat is eigenlijk een hele belangrijke studie die je niet kunt doen in 2 jaar, maar die eigenlijk, zolang als Anatoly Unitsky hiermee bezig is, dus dan praat ik over 40 jaar. 40 jaar lang is hij bezig om een vorm te realiseren die eigenlijk ervoor zorgt dat hij zo min mogelijk weerstand zal hoeven ondervinden van het rijden, terwijl als hij rijdt van A naar B, dus dat je eigenlijk zo min mogelijk windweerstand hebt. Als je kijkt nu naar een auto, en Formule 1 auto's hebben dat vaak ook, en vliegtuigen ook, die zijn wel aerodynamisch mooi ontworpen, maar altijd achter de voertuigen ontstaat er windcirculatie. Dat noem ik even voor het gemak vuile lucht. Daar kun je niet heel lang in rijden. Vliegtuigen kunnen ook niet achter elkaar opstijgen. En dat is juist daarom. Dus op het moment dat een Boeing 747 opstijgt, dan zal bijvoorbeeld een Boeing 737, een kleiner toestel, altijd iets langer moeten wachten. Op het moment dat die wel achter elkaar zou opstijgen, dan zou die terechtkomen in hevige turbulentie. Dat wil je niet, dat is niet prettig. Als we nu kijken naar het ontwerp van Unitsky String Technologies, en we zien hier de U-Flash, de high-speed unibus voor het gemak, dan zien we dat die zowel voor als achterlangs zo is ontworpen dat de windcirculatie weer tot een nulpunt bij elkaar komt, of tot elkaar komt. En dat is een studie waarvan ik al zei dat die langer heeft geduurd dan 2 jaar. Dus we kijken hier uiteindelijk naar een model wat heel lang nodig heeft gehad om gerealiseerd te worden. Dat wil niet zeggen dat ze nu nog heel lang nodig hebben om te produceren, want nu produceren ze ontiegelijk snel en is eigenlijk alles wat ontworpen is dusdanig functioneel en goed dat het ook gerealiseerd kan worden. En hoe staat het dan met de ontwikkeling van de U-Flash? De U-Flash is in 2019, of 2018 moet ik zeggen, gepresenteerd op de InnoTrans in Berlijn. In 2019 heeft hij zijn eerste meters gemaakt op de testbaan in Wit-Rusland. Maar hij heeft eigenlijk een langere testbaan nodig dan die nu heeft. Wat hij nodig heeft is ongeveer een testbaan van plus minus 15 kilometer. En ik hou voor het gemak even 25 kilometer aan, want dat zijn de oudere berichtgevingen. En daar wordt in aangegeven dat hij 10 kilometer nodig heeft om van 0 tot 500 kilometer per uur te accelereren. 10 kilometer heeft hij nodig om op zijn topsnelheid te blijven. En 5 kilometer heeft hij nodig om op een rustige manier tot stilstand te komen. Op het moment dat hij getest kan worden en gecertificeerd kan worden op zo'n baan, dan zal die ook direct kunnen worden gezet voor commerciële projecten of trajecten, waarbij mensen dus op een veilige manier met 500 km per uur kunnen reizen. Daarnaast is de U-Flash uitgerust met camera's, zowel in als buiten het model, want 500 km per uur is vrij snel, dat kunnen onze hersenen kunnen dat beeld niet pakken. Dus vandaar dat ze het beeld zo hebben kunnen realiseren, dat het beeld voor ons wel goed binnenkomt. Dat je dat niet zou doen, dan zou je daar best wel duizelig of iets anders van kunnen worden. Simpel gezegd, want onze hersenen pakken dat niet. En dit is de rolling stock van de Unitsky String Technologies. Alle modules behouden de U-Flash hebben een topsnelheid van 150 km per uur. En ik begin de lijst van linksboven en zo eindigen we naar rechtsonder. En dan beginnen we met de Uniwind. En de Uniwind is een lichtgewicht module en deze module biedt plaats aan 2 personen. Dan krijgen we de Unibike. De Unibike is het eerste geteste en gecertificeerde model van Unitsky String Technologies en dat is medio 2016 gebeurd. Als je kijkt naar het silhouet van de Unibike, dan zie je dat er een cursief gedrukte U in staat. En dat is ook waar het logo nu van Unitsky String Technologies vandaan is gehaald. Dus eigenlijk een heel bijzonder model. Je ziet hem ook op verschillende tentoonstellingen. En als we dan onze uitleg vervolgen, dan komen we aan bij, in dit geval de Unicar. De Unicar U430T1 en T3. De T3 biedt plaats aan 18 personen en de T1 biedt plaats aan 6 personen. Nou, dan krijgen we de U-Flash. Zoals reeds aangegeven, deze heeft een topsnelheid van 500 km per uur. En in deze configuratie is er plaats voor 6 personen. De Unibus U4210 biedt plaats aan 12 tot 14 personen. En deze is ook weer in verschillende configuratieuitvoeringen beschikbaar. Dus hoe groter de modules, hoe meer passagiers erin kunnen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de Unibus U4220T2. In de enkele versie is er plek voor 25 personen, de dubbele versie is er plek voor 48 personen en in de driedubbele versie is er plaats voor 64 personen.
En dan zijn we op dit moment aangekomen bij de vijfde generatie rolling stock van de Unitsky String Technologies. En we zien hier twee modules, de Unilight en we zien een nieuwe Unibus. De Unilight zal straks worden ingezet voor een commercieel traject bij het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dat is op dit moment volop in aanbouw. Ik heb daar ook wel de eerste beelden van gezien. Die kan ik nog niet met jullie delen om de dood eenvoudige reden. Er is nog geen officiële communicatie van naar buiten gebracht, qua foto's dan. Dus zolang die er niet zijn, zal ik die ook niet met jullie delen. Daar ik me graag wil houden aan de code van SkyWorld Community, dat we enkel kunnen werken met officieel beeldmateriaal. Dus dat gezegd hebbende, dat is de reden dat ik dus de trajecten die nu in aanbouw zijn nog niet met jullie zal delen. Als we dan kijken naar de linkerkant, zien we een nieuw model. En dit model zal straks worden ingezet, ook in Wit-Rusland, maar ook in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit model zal straks meters gaan maken op testbaan 4. Daar kom ik later in deze presentatie op terug in de Emiraten. En op deze foto zien we dus hoe dat model eruit gaat zien. En in deze configuratie is de plek voor ongeveer 25 personen. Natuurlijk is het vrachtvervoer niet stil blijven staan. Door de pandemie waar we mee te maken hebben gehad, is eigenlijk de vraag van het passagiersvervoer terechtkomen bij het vrachtvervoer. En Unitsky String Technologies heeft dat met beide armen ontvangen, heeft aangegeven, wij hebben een oplossing ook voor het vrachtvervoer. Dat wil zeggen, we hebben een containermodule en we hebben een bulkmodule en we hebben een grote lopende band, genaamd U-Trans. De U-Trans is een grote lopende band, om het simpel te houden, waarbij je bijvoorbeeld stenen kunt verplaatsen of kolen kunt verplaatsen van een mijn naar een overslaghaven. Dus vrachtwagens hoeven geen moeilijk bereikbare belling of helling of hellingpassage meer te doorkruisen, maar dat kan volop, volautomatisch kan het gerealiseerd worden. Als we kijken naar het containervervoer, daarvoor hoef je ook geen vrachtwagens meer in te zetten, maar dit kan gerealiseerd worden door deze containermodules te plaatsen in de vorm van een U-cont. En dan hebben we ook nog de U-car, en de U-car is eigenlijk een bulkmodule en die zou kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld losse suikers of losse granen van A naar B te verplaatsen of los zand. En in sommige landen zouden ze willen inzetten om het vuilnis van A naar B te verplaatsen. Dus je ziet eigenlijk dat Unitsky String Technologies alles zo heeft ontworpen dat het multifunctioneel is. En dit alles gebeurt in Wit-Rusland door een enthousiast team van 1000 plus minus 1000 enthousiaste engineers. Zij werken dag en nacht 24/7 om het idee van Anatoly Unitsky te realiseren. Uiteindelijk heeft Anatoly Unitsky nog wel zijn de eindcontrole erover, maar hij kan het ook niet alleen. En dit zijn de mensen die het, die het eigenlijk voor ons mogelijk gaan maken dat er straks commerciële trajecten komen, dat er modules ontworpen worden, dat er eigenlijk met volle enthousiasme heel hard gewerkt wordt. En dat gebeurt natuurlijk ook in een niet heel nieuw kantoorpand, maar het is wel relatief nieuw. Unitsky String Technologies groeide uit het eerste kantoorpand. Ze hebben een nieuw kantoorpand betreden. Inmiddels is dat nu ook al bijna een jaar of twee jaar dat ze hierin zitten. En dat heeft alles ermee te maken dat de vraag achter de schermen vele malen groter is dan dat wij eigenlijk met jullie delen. Dat is eigenlijk een klein tipje van de ijsberg. Ook de fabriek is uitgebreid. Ze zijn ooit begonnen met een kleine fabriek. Ze hebben de fabriek uitgebreid omdat de vraag simpelweg gezegd heel groot aan het worden is. Wij zien een heel klein tipje van de ijsberg, maar achter de schermen zijn ze al vele malen verder. En heel veel mensen zijn vaak ook ongerust van, ja, wat gebeurt er nu? Nou, wat er nu gebeurt is dat er wordt ontwikkeld, er wordt geproduceerd, er wordt getest, om ervoor te zorgen dat er een productenmarkt opkomt die klaar is, waar geen kinderziektes meer in zitten. En ook tijdens het testen zie je dat ze iets kunnen ontwikkelen, wat ook weer ten goede kan komen van de modules. Dus het is eigenlijk een groot proces wat niet stilstaat. Het is niet zo dat je een auto creëert en dat je bijvoorbeeld morgen een nieuwe auto maakt en dat de basis van vier wielen, dat die er al staat. Nee, Unitsky String Technologies heeft alles vanaf een nulpunt, vanaf de tekentafel, moeten realiseren. Maar het bestond niet, het is er niet. En ook al zul je misschien denken, ja, maar de kabel was er wel. Nee, die was er ook niet. Het zijn allemaal losse componenten die bij elkaar zijn gesmeden en die ervoor gezorgd hebben dat er nu eigenlijk een compleet florerend testpark sowieso in Wit-Rusland staat, maar ook in de Emiraten een testpark wordt gebouwd. En dat testpark in Wit-Rusland is een voormalig militair tankterrein, wat Unitsky met zijn team heeft omgetoverd tot een florerend ecologisch testpark.
En als je het Ecofest van 2020 hebt bekeken of bijgewoond, dan weet je dat Anatoly Yunitskiy heeft aangegeven dat er een commercieel traject komt van 1125 meter naast het Ecotechnopark voor commerciële doeleinden. Achter het Ecotechnopark is een heel groot vakantiepark verrezen, ook weer ecologisch. Daar kunnen mensen kennis maken met levenswijze, eigenlijk de manier van leven, die Anatoly Yunitskiy voor zich ziet. Dus het is eigenlijk in harmonie met de natuur. En die mensen worden dus vanaf de parkeerplaats dan per U-Light module worden ze over die baan gereden naar het vakantiepark. Dus dat is eigenlijk een heel mooi traject. Dat is ook het traject waarvan de foto's op social media wel degelijk rondcirculeren. Maar dat is tegelijkertijd ook wat ik niet kan delen. Mocht je het willen zien, dan moet je even social media afzoeken. Maar mochten wij het kunnen delen met jullie, dan zullen wij dat natuurlijk ook met jullie doen. Daarnaast wordt er ook getest in verschillende weersomstandigheden. We hebben te maken met regen, we hebben te maken met sneeuw, we hebben te maken met zon. En je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken. Maar in Azië hebben ze heel veel te maken met moessonregens, onophoudelijke regenbuien. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben daar een module letterlijk en figuurlijk onder de douche gezet. En ze zijn gaan kijken, blijft het passagierscompartiment droog? Blijft het compartiment waar de technologie in zit, blijft het ook eveneens droog? Nou, beide zijn droog gebleven. Deze module is door de test gekomen, dus kan worden ingezet in gebieden waar het heel veel regent of waar het heel vochtig is. Dan hebben ze ook te maken met landen waar ze heel veel sneeuwval hebben. Wij in Europa hebben kwakkelzomers en kwakkelwinters. Maar bijvoorbeeld in Rusland, Mongolië, noem al die landen maar op, Oekraïne, daar hebben ze hele strenge winters. Maar tijdens deze strenge winters is Yunitskiy String Technologies nog steeds in staat om door te bouwen. Dus zo kunnen zij ook stringrail aanpassen. Zo kunnen ze ook modules aanpassen. Dus je ziet eigenlijk dat ze op verschillende weersomstandigheden aan het inspelen zijn. In de afgelopen jaren hebben ze ook de stringrail ontworpen. Maar die is ook alweer aangepast. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat de beste versie straks ingezet kan worden voor commerciële doeleinden. Dus hier zijn zogeheten isolatoren aangebracht. Er zijn, zijn aspecten aangebracht waarbij de energie op een efficiëntere manier van elkaar naar bepaalde punten toe kan worden geleid. Niet bij elkaar, er is een A- en B-kant. En zo zie je dat ze constant bezig zijn om het aan te passen. En op dit moment zijn ze ook bezig om een nieuwe baan op het Ecotechnopark in Wit-Rusland te bouwen. En dat is lijn 7. En deze lijn zal straks gelijktijdig met de lijn in de Emiraten worden klaargebouwd. Als hij klaar is, kan er ook weer op een nieuwe lijn worden getest. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat ze verschillende mogelijkheden hebben waarbij ze de markt kunnen betreden. Je moet het Ecotechnopark in Wit-Rusland en het testpark in de Verenigde Arabische Emiraten als volgt voor je zien. Dat is eigenlijk een grote showroom waar je kunt kijken en waar je eigenlijk uit kunt kiezen wat je wil hebben. Dat doen wij ook met keukens. Wij gaan ook naar een keukenwinkel. En dat is eigenlijk hetzelfde. Affiniteit krijgen met het product wat je wil hebben. Kijken hoe het werkt, wat de mogelijkheden zijn, wat staat er in de prospectus of in de brochure. En het klinkt heel gek, maar dit is hetzelfde geval hoe dat werkt met Yunitskiy String Technologies. Overheden of private organisaties komen naar zo'n testpark en die gaan dan kijken en die gaan alles samenstellen hoe zij het willen hebben. En op het moment dat het is gebeurd, dan zal Yunitskiy String Technologies dat produceren. In dit geval hebben zij geproduceerd voor eerst eigen consumptie. En dit zijn twee modules zoals ze nu daadwerkelijk worden getest en rondrijden. Onder zien we de Unibus U4220T2 en boven zien we de U-Flash. En deze kunnen gelijktijdig over dezelfde baan rijden. Dus dat betekent dat ze niet meer op elkaar hoeven te wachten. Daarnaast zijn ze ook aan het testen hoe het zou kunnen zijn in drukke verkeersomstandigheden. Nou, het zijn allemaal testen. En dat zijn heel belangrijk om dat wel te testen. Je kunt een product wel creëren en realiseren. Maar als je bijvoorbeeld niet gaat testen op wat jij pretendeert dat een product zou moeten kunnen doen. En het zou misgaan. Dan ben je natuurlijk voer voor de haaien, voer voor de kanonnen of voer voor de sceptici onder ons. Nou, om dat voor te zijn komen ze beslagen ten ijs naar terug. En ze hebben in dit geval testen gedaan met de Unibus U4220T2. En daar hebben zij heel veel mensen heel snel achter elkaar van A naar B getransporteerd. En dan zul je afvragen van hoe kan het dan? Elke lijn op het testpark heeft twee stations. Dus ook de Unibus U4220T2 heeft twee stations. Dit station dat is eigenlijk hetgene wat je het meest vaker ziet. Maar het uiteinde van de baan staat er ook altijd nog een ander kleiner stationnetje waarbij mensen eventueel kunnen uitstappen.
Het geluid is natuurlijk ook een zeer belangrijk aspect van de Unitsky String Technologies. En deze modules produceren ongeveer een decibel, geluidscapaciteit van 85 decibel. En ik sprak ooit met een ondernemer en die gaf aan van dat deze modules van Unitsky String Technologies minder geluid produceren dan zijn machines in zijn hal. Dus ik vond het op zich wel heel interessant om dat te vertellen en zeker te horen. En die ondernemer gaf ook aan dat, dat het zeer uniek is dat het zo'n lage geluidshinder zal opleveren. Maar alles moet natuurlijk zo worden gerealiseerd dat het geen hinder zal geven voor mens en natuur. Dus dat Unitsky op dit aspect of dit gebied ook weer zijn woord kan namaken. Daarnaast hebben ze ook tal van samenwerkingen met internationale bedrijven. En dan zullen mensen zich afvragen, hoe zit het dan met de huidige situatie tussen Rusland en de Oekraïne? Nou, ondanks de huidige situatie wordt Unitsky String Technologies nog steeds bevoorraad. Doordat ze een vestiging hebben in de Emiraten, kunnen ze natuurlijk een heel stuk omzeilen van situaties waar we gewoon met z'n allen mee te maken hebben. Dus dat betekent ook dat de productie waar wij eigenlijk vurig op hopen, in volle gang kan doorgaan. Natuurlijk hebben ze ook te maken met de schaarste van grondstoffen. Dat is gewoon hoe het is. Maar je ziet al met al dat, ondanks de huidige situatie, dat de leveringen, zowel op staalgebied als op andere gebieden, zoals datavergaring, dat het gewoon doorgaat. Ze hebben verschillende samenwerkingen die gewoon doorgang kunnen vinden. En dat is alleen maar goed dat het zo kan. Dan gaan we van Europa naar de Verenigde Arabische Emiraten. Op dit moment is het zo dat Unitsky 2 jaar geleden, of inmiddels 4 jaar geleden, want ze bestaan inmiddels 4 jaar, ze hebben een stuk grond toegewezen gekregen vanuit Sharia, waar ze op zijn gaan bouwen. En wat hebben zij daar gebouwd? Zij zijn daar nu aan het bouwen. De bedoeling is dat er een volledig testpark wordt gerealiseerd met school, met fabriek. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar daar gaan mensen worden opgeleid. Op allerlei soorten aspecten. Want, en daar kom ik zo meteen wel even op terug waarom dat zo is. Maar zij zijn daar gaan bouwen en op dit moment is het zo dat de lijn van 400 meter klaar is en het houten ecohuis is klaar. En waarom wordt het zo'n testpark? Waarom gaat het er zo uitzien? Nou, allereerst, we zijn op een nieuw continent. Ze zitten in het Midden-Oosten. En in het Midden-Oosten hebben ze natuurlijk niet heel veel regen, zoals ze dat in Wit-Rusland wel hebben, of sneeuw. Dan hebben ze te maken met andere weersomstandigheden. En dat moet natuurlijk ook worden getest. Je kunt wederom wel een module produceren en ervan uitgaan dat het binnen 4 weken gecertificeerd is. Maar als het dan vastloopt doordat de zand in de motorwiel terecht is gekomen, dan heb je ook de pop aan het dansen. Even heel simpel gezegd. Dus zij zijn daar in samenwerking met het Sharia Research and Technology Center zijn zij samen gaan werken. En het Sharia Research and Technology Center is eigenlijk een grote internationale hub die eigenlijk heel simpel maar 1 ding doet. Constant 2 partijen bij elkaar brengen. Zij hebben de contacten wereldwijd. En zij hebben straks ook de kennis waar ze mee naar buiten komen. En dus Unitsky String Technologies maakt met U-Sky Transport onderdeel uit van het Sharia and Research and Technology Center. En het Sharia Research and Technology Center op haar beurt heeft bijvoorbeeld contacten met overheden, ambassadeurs. En die zorgen ervoor dat de Unitsky String Technologies onder de aandacht komt. En dat is eigenlijk een hele mooie samenwerking, puur natuur. En vanuit daaruit ontstaan de orders die worden gedaan. En ja, eigenlijk de vestiging in de Emiraten is eigenlijk een levensgrote showroom, net zoals die in Wit-Rusland is. Maar geografisch gezien is de ligging van de Emiraten iets beter als in Wit-Rusland. En ja, dat geeft eigenlijk voor Unitsky het grote voordeel dat hij dichter bij het vuur zit. Nou, dit is dan de lijn van 400 meter. Deze is in 2019 onder toeziend oog van de Sheikh van Sharia in productie genomen. Of ja, productie, hij is operationeel gegaan. En we zien hier een module, dat is de Unica U44-3101. Speciale versie voor tropisch klimaat, die daar zijn eerste testmeters heeft gemaakt. Nou, in 2018 was deze baan natuurlijk 3D. Mensen waren destijds best wel negatief. Nu is dat natuurlijk niet minder, maar die grepen alles aan om maar aan te geven, dat gaat er nooit komen. Als we nu kijken, 2022, zien we dat het een bestaande baan is. Dus Unitsky heeft dit ook weer van 3D naar realiteit gerealiseerd. Daarnaast wordt getest op 2 verschillende manieren. Dus je denkt 2 verschillende manieren? Ja,
De lijn van 400 meter wordt zowel ingezet voor passagiers als voor goederentransport. Nou, dat is de kleine container. Maar alle modules die worden getest bij Unitsky String Technologies worden altijd 4, 5 keer of 6 keer zwaarder beladen dan noodzakelijk is. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat de berekeningen die Unitsky heeft gedaan, dat het ook klopt. Je kunt je niet veroorloven dan als je straks op de markt bent met commerciële trajecten en jij reist niks vermoedend van A naar B, dat op een gegeven moment de stringrail zou kunnen knappen. Nou, dan zijn alle rapen gaar, is het leed niet te overzien. Dus dit is eigenlijk om ervoor te zorgen dat het metaal niet scheurt, dat de technologie in de modules doet wat het moet doen. En daarvoor kiezen ze er soms voor om er iets langer over te doen, dan dat ze haastig alles afwikkelen en dan eigenlijk ervoor zorgen dat de mensen die nu hebben geparticipeerd dan eindelijk hun gelijk halen en dat ze de markt op gaan. En op het moment dat ze de markt op gaan, dat dan een dergelijke ramp zou plaatsvinden. Dat willen we niet. Dat wil als het goed is niemand. Dus daarvoor kies je Unitsky String Technologies of USKY Transport of Anatoly Unitsky by the end. Ervoor om er iets langer over te doen en om er daardoor zeker van te zijn dat alles goed is, dat alles goed getest is en dat alles bovendien veilig is. En wat nu als een module niet meer van zijn plaats afkomt? Dan is er altijd nog een plan B, C, D of E. En in dit geval zie je dat mensen middels een kabel of een leersysteem alsnog veilig de module kunnen verlaten. Daarnaast heeft Unitsky ook tal van certificaten weten te bemachtigen in de Verenigde Arabische Emiraten. En dit is een certificaat dat aangeeft dat de modules die in de Emiraten rijden veilig zijn. Dus dat zijn transportsysteem in de Emiraten veilig is en dat dat ook daadwerkelijk geïmplementeerd zou kunnen worden op het moment dat het klaar is. Dus dat zegt eigenlijk heel veel. En dit soort certificeringen nemen heel veel tijd in beslag. Anatoly Unitsky heeft natuurlijk invloed op het bedenken, het ontwerpen, het bouwen. Maar heeft geen invloed op het certificeringsverhaal. En dat is altijd door een instantie van buitenaf. Maar in dit geval is hij de certificering doorgekomen. En dat is alleen maar fantastisch. Daarnaast heeft hij ook een certificaat gekregen op het gebied van management kwaliteitscertificering. En dit certificaat geeft aan dat de managementlaag binnen USKY Transport, dus de vestiging in de Emiraten, dat alles op orde is. Dat is een ISO-certificaat. En het De ISO-organisatie is een wereldwijde internationale erkende organisatie. Dat is een hele zware organisatie, dus zo'n audit krijg je niet heel simpel, kun je ook niet kopen. Dit soort audits nemen heel veel tijd in beslag, zijn heel zwaar. Maar op het moment dat je deze audits passeert, krijg je dus een certificaat. En de vestiging in Wit-Rusland heeft ook zo'n certificaat gekregen, dus het geeft aan dat op elk aspect Unitsky String Technologies op orde is. Nou, daarnaast hebben ze ook een ISO-certificaat gekregen dat aangeeft dat ze ook in de Emiraten wetenschappelijk bezig zijn. Dus dat ze ook daar een wetenschappelijke organisatie zijn. Dus al met al zie je hier dat in de afgelopen jaren dat Unitsky String Technologies bezig is geweest met de ontwikkeling. Dat ze zijn begonnen als een kleine start-up, dat het inmiddels een hele grote start-up is die wetenschappelijk opereert of wetenschappelijk werkt. Een aantal maanden geleden is Anatoly Unitsky naar de Emiraten afgereisd om te kijken of het anchor-support voor testlijn 4 in Sharjah, de lijn van 2,5 kilometer, of dat allemaal klopt. Klopt het wat ik heb berekend? Zitten er metaalscheurtjes in de anchor-support? Nou, alles is goed bevonden en toen zijn ze begonnen met het bouwen van de stations en ook ervoor te zorgen dat de anchor-support op zijn plek is komen te hangen. Nou, dit is het station van lijn 4, de buitenste lijn. En dat ziet er vanaf de buitenkant dus zo uit. En we zien op de foto aan jullie rechterkant, dat zal iets verder zijn. En als we dan kijken, dit is een foto van deze week. Allemaal officiële foto's. Dan zien we dat ze al bezig zijn om de stringrail te spannen. Dan zien we zelfs al dat de verticale koppelpunten, als we goed kijken op de linkerfoto, dat die al tussen de twee stringrails zitten. Dit is een stringrail waarbij de modules er enkel aan hangen. Maar het ontwerp is zo dat je dus twee kabels boven elkaar ziet die verbonden zijn met verticale koppelstukken. Dus zo zie je dat ze daadwerkelijk aan het bouwen zijn, aan het werken zijn. De verwachting is dat deze baan eind dit jaar klaar is en dat die dan ook direct in gebruik kan worden genomen en dat ze kunnen beginnen met de testen. Ook testlijn 2 wordt volop in elkaar gezet. En als we nu kijken, zien we dat de bogenconstructie, die staan er al een paar jaar. Maar de terminal, de containerterminal, wordt op dit moment in rap tempo afgebouwd. En als we dan kijken naar de foto aan jullie
rechterkant is hoe dat eruit gaat zien. Dus zo gaat dat er straks uitzien. En aan de linkerkant zien we dat hoe het er ongeveer nu uitziet. En dit is een 3D maquette, eigenlijk een 3D tekening aan de linkerkant en de grote maquette hoe dat er daadwerkelijk uitziet. En dit is eigenlijk hetgeen hoe Anatoly Unitsky nu presentaties geeft. Als hij in de Emiraten is, of hoe Oleg Seretsky of Sergei Tarasov, als ik het goed uitspreek, de presentaties geven aan potentiële klanten. Dit is eveneens het model wat is gemaakt voor de Expo 2020, die inmiddels ook al af is gelopen. Maar mensen hebben dus de mogelijkheid gehad om naar de Expo af te reizen en met een bus van Dubai naar Sharjah te komen reizen. En op die manier een complete ervaring te krijgen wat Unitsky bedoelt, hoe het is om met Unitsky String Technologies te reizen. Dus al met al zie je dat het een fantastisch concept is waarbij die op verschillende aspecten probeert mensen mee te nemen in zijn beleving. Als ik het kort moet samenvatten, dan is het transportsysteem milieuvriendelijk, innovatief, CO2-neutraal. Ik kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Energie zelfvoorzienend. Het neemt minder ruimte in beslag. Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Een goedkopere manier om te implementeren. En ja, het zorgt eigenlijk voor alleen maar pluspunten. Wil je meer informatie hierover, dan verwijs ik je naar www.skyway.capital. Daar kun je alle informatie rustig teruglezen of terugvinden. En op die manier je eigenlijk goed op de hoogte stellen van Unitsky String Technologies. En als we rustig naar de updates gaan kijken, dan zien we dat alles is begonnen met een aanvraag van CNN. En ik blijf dat nu al een aantal maanden herhalen, omdat het gewoon daadwerkelijk zo is, omdat het gewoon een fantastisch verhaal is. Voor degenen die langer zijn betrokken bij dit project, weten hoeveel weerstand Unitsky String Technologies heeft gehad. En die weerstand is er nog steeds. Maar op het moment dat journalistieke bedrijven die in het begin heel sceptisch zijn, uiteindelijk een aanvraag komen doen of zij mogen filmen op jouw terrein. Dat geeft dus eigenlijk al met al alleen maar aan wat voor prachtige situaties er nu ontstaan in twee delen op de wereld. En ik kan enkel zeggen van dat het ook zo is. Ik heb het met eigen ogen mogen ervaren. Maar dit is een artikel bijvoorbeeld wat is, niet is gerectificeerd, maar waarbij wel de journalisten terug zijn gekomen op een eerder gedane uitspraak. En ook overheidsorganen of functionarissen die in het begin heel sceptisch waren, die nu aangeven van dat dit transportsysteem eigenlijk het beste systeem is wat je zou kunnen implementeren in bestaande infrastructuur, dan wel in infrastructuur die nog compleet gebouwd moet worden. Dus je ziet eigenlijk dat langzamerhand de wereld terugkomt van eerder gedane uitspraken die heel negatief zijn. En natuurlijk, mensen blijven negatief, dat mag ook, dat is ieders zijn goed recht. Maar ik zeg er altijd wel bij, wil je negatief zijn, dat mag, maar zorg er dan wel voor dat je ook weet waar je het over hebt. Want 9 van de 10 keer weten mensen niet wat het inhoudt, wat het voor mooi systeem is, wat we eigenlijk gaan krijgen. In de afgelopen maanden, jaren moet ik eigenlijk zeggen, heeft Unitsky String Technologies ook tal van hoogwaardigheidsbekleders mogen ontvangen. En ik denk dat dit een van de mooiste momenten is geweest die er zijn geweest. En dat is een ontmoeting met koning Letzi III. En die heeft een ontmoeting gehad met Anatoly Unitsky en heeft ook een bezoek gebracht aan een testpark in de Emiraten. Het geval wilde dat het op dezelfde dag was als dat ik daar was. Dat is eigenlijk op de kop af bijna een jaar geleden. Maar ik heb graag plaatsgemaakt voor hem. Ik wist op dat moment niet wie het was. Ik kwam er nadien achter dat het eigenlijk een heel gewaardeerd persoon is. En dat het een vorst is van een koninkrijk. Dus zo zie je eigenlijk dat Unitsky in verschillende lagen al dat daar al de contacten zijn. En dat er in verschillende lagen eigenlijk dat ze het van het bestaan afweten van Unitsky String Technologies. Nou, datzelfde geldt natuurlijk ook voor andere landen in Afrika. En dit is ook in mijn optiek een mooi verhaal. Omdat je hier eigenlijk ziet gebeuren wat ik zou noemen de voorbereidingen tot realisatie van een potentieel commercieel traject. En het eerste bezoek is geweest van Emmanuel Hategega. Hij is de ambassadeur van Rwanda in de Emiraten. En hij heeft oktober vorig jaar een bezoek gebracht aan het testpark in Sharjah. En hij heeft dat dit jaar opnieuw gedaan. Maar toen heeft hij een heel belangrijk persoon meegenomen. En zij heet Claire Akamansi, als ik het goed uitspreek. En zij is eigenlijk verantwoordelijk voor de toekomst waar Rwanda naartoe gaat. Rwanda is een land in Afrika wat velen van ons vergaren als een arm land.
maar waarbij eigenlijk wel heel veel goede dingen in hun aarde zitten, die ze eigenlijk op een goede manier willen gaan opwinnen of opwekken, eigenlijk uit de aarde willen, zodat ze eigenlijk of uit de aarde willen halen, zodat ze ook een nieuwe economie kunnen gaan realiseren. Nou, die vrouw is dus naar de Emiraten geweest. En als we goed kijken naar deze foto, zien we dat Anatoly Yunitskiy zelf de presentatie geeft. En daar kom ik later op terug waarom dat is. Maar zij willen eigenlijk een lijn van de internationale luchthaven naar de hoofdstad Kigali. Of internationale luchthaven Kigali naar de hoofdstad. En dat is een lijn van 20 kilometer lang. En zij willen daarvoor hebben, dan zijn ze nu aan het bekijken, de Unicar of de Unilight. Welke module ze gaan inzetten is nog niet bekend. En als we kijken naar de foto rechts onder op, of links onder op jullie sheet, dan zien we dat dat een 3D-tekening is van hoe dat eruit ziet. Dus dat is geen bestaande foto. Dat is een visualisatie van hoe het eruit zou kunnen zien. Nou, het is ook wel leuk om met jullie te delen, want er gebeurt heel veel. En een van de dingen die gebeuren is dat Yunitskiy String Technologies in Indonesië een Memorandum of Understanding heeft ondertekend. Ik weet dat er in het verleden ook al contacten zijn geweest en dat er situaties zijn geweest in Indonesië. En dat er ook is gesproken over bepaalde situaties, maar die zijn spaak gelopen. Maar op dit moment wordt opnieuw gekeken naar mogelijkheden. En Oleg Seretsky heeft namens Yuskar Transport, namens Anatoly Yunitskiy of Discovery, daar het formulier ondertekend. En zij gaan kijken wat de Yunitskiy String Technologies of Yuskar Transport zou kunnen bieden voor Indonesië. Dus opnieuw een samenwerking. Mocht hier meer informatie over naar buiten komen, dan zal ik dat natuurlijk met jullie delen. Maar dit alles is voortgekomen door een internationale beurs die daar heeft plaatsgevonden. Waar Yuskar Transport aan heeft deelgenomen. Dus zo zie je dat ze ook in Indonesië weer bezig zijn met kijken naar mogelijkheden. 15 kilometer lange traject in Dubai. Hoe zit het er nu mee? Nou, als ik de informatie goed mag begrijpen, is dat Nadezhda Kosareva heeft aangegeven dat het traject in Dubai een van de trajecten is waarbij Yunitskiy String Technologies nu bezig is om dat te ontwikkelen. En dat is een traject van 15 kilometer lang met 21 of 22 stops. Op het moment dat dat daadwerkelijk wordt gerealiseerd, hou ik jullie natuurlijk ook weer op, met alle liefde en plezier op de hoogte. Maar je ziet dat dit soort onderhandelingen, dat neemt gewoon tijd in beslag. De RTA heeft een vraag uitgesteld en Yunitskiy heeft erop geanticipeerd. En dan moet er worden gekeken van oké, klopt het? Wat kunnen we bieden? Wat kunnen we met elkaar realiseren? Om een knipoog te geven, als we gaan kijken wat de RTA zou gaan kiezen, dan zien we hier een module met het Yuskar logo of Yunitskiy String Technologies logo erop. Dus dit geeft aan, dit is een unibike en zij hebben dit model gebruikt voor de InnoTrans in Berlijn. En zo zie je dat de RTA toch heeft aangegeven hoe zij hun toekomstige transport, waarin ze 25% volledig groen willen hebben van het daadwerkelijke transport in Dubai, hoe ze dat voor zich zien. Als de testen in Sharjah goed gaan, dan zullen we ook zien dat er commerciële trajecten worden geïmplementeerd in het Emiraat Sharjah. En een van die trajecten die al langer rondzingt, is een 130 kilometer lang traject van Sharjah naar de oostelijke kant van de Emiraten, naar een havenplaats Korfakkan. Dat maakt deel uit van het Emiraat Sharjah. En zij willen daar eigenlijk een traject gaan realiseren. En ook in Korfakkan zijn ze aan het kijken naar potentiële trajecten. Maar alles hangt natuurlijk wel af van wat de testfases gaan doen op het testpark in Sharjah. Maar zoals het er nu uitziet, gaat dat in kannen en in kruiken. Dus zijn dit hele mooie woorden van de CEO van het Sharjah Research and Technology Center. Dus ja, ik kan er enkel maar heel veel, eigenlijk met een heel grote belangstelling naar kijken. Hoe Hussein El Mahmoudi hier aangeeft. Daarnaast hebben ze ook samenwerkingen met verschillende internationale universiteiten. En dat is eigenlijk een heel belangrijk aspect. Want die universiteiten die staan in verschillende landen. En dat zijn universiteiten die gelijk staan aan bijvoorbeeld de universiteit in Boston, Amerika. Of je hebt in Engeland ook een aantal universiteiten. Oxford. Dus die zijn allemaal gelijk aan elkaar en dat koppelt ook met elkaar. En de bedoeling is dat er straks ook studenten worden opgeleid en kunnen promoveren op werkstukken van Yunitskiy String Technologies. En dat gebeurt ook al.
Nou, dit is ook wel leuk om met jullie te blijven delen, want Vietnam is op dit moment een van de landen die zich het meeste inspant voor de crowdfunding. En dat is echt ongelooflijk wat zij daar doen. En als dank daarvoor hebben zij een championship reward gekregen. En zij hebben in de afgelopen weken de kans gehad om af te reizen naar het testpark in Wit-Rusland. En ja, die hebben dat natuurlijk gedaan. Daar hebben ze dik en dik verdiend, kan ik enkel bij zeggen. Maar zij zijn ook bezig met commerciële trajecten. En een van de mogelijke trajecten zou een commercieel traject zijn in een boeddhistisch gebied. Heel goed natuurgebied in Vietnam. En dat is een traject van 3 kilometer. Zodat ze toeristen van A naar B kunnen leiden. En we zien eigenlijk op de foto's hoe dat er dan uit gaat zien. En we zien ook een foto met Vladimir Maslov. Hij is een aantal maanden geleden met pensioen gegaan. Maar hij heeft hier wel zijn handtekening gezet voor de entiteit Fiat Transnet. En Fiat Transnet neemt voor Unitsky String Technologies in Vietnam de honneurs waar. Voor commerciële trajecten in Zuidoost-Azië. En hoe lang duurt het dan ongeveer om een traject te realiseren? Nou, het duurt ongeveer 2 jaar als alles meewerkt om het traject te realiseren. Dat is van tekentafel, feasibility studies, daadwerkelijke implementatie. Dus je hebt ongeveer 24 maanden nodig als alles meewerkt om het traject te realiseren. En er zijn een aantal stappen die dan moeten worden doorlopen. Zoals ik in het begin van mijn presentatie aangaf, ben ik professioneel gebruiker van de applicatie AdvoHunter. Met AdvoHunter verzorg ik visualisaties van Unitsky String Technologies. Even wachten. Om mensen op die manier een goede indruk te geven wat Unitsky String Technologies zou kunnen bieden. Hoe dat eruit zou kunnen zien. Wat we kunnen verwachten. Ik doe dit op verschillende niveaus. Ik doe dit ook in verschillende omgevingen. Ik ben daarnaast ook beta-tester voor AdvoHunter. Ik werk nauw samen met het ontwikkelingsteam van AdvoHunter samen om de applicaties goed mogelijk te maken. En wat is het doel van deze applicatie? Zoals ik net al aangaf, mensen meenemen in Unitsky String Technologies. Dus ook daadwerkelijk een beleving aan te kunnen bieden. Hoe het eruit zou kunnen zien in hun eigen omgeving. En we zien hier verschillende mogelijkheden en hoe het er dan uitziet. Dit alles gebeurt door middel van bestaande omgevingen en een kleine 3D-laag die er dan overheen wordt gelegd. Zodat je op dat moment ook een foto kunt maken of een video kunt maken, waarbij de modules ook gewoon in een bestaande omgeving van A, ja eigenlijk letterlijk en figuurlijk van A naar B rijden. En we zien hier opnieuw een presentatie die Anatoly Unitsky heeft gegeven met Oleg Seretsky in Abu Dhabi. In Abu Dhabi zijn ze aan het kijken of ze 3 commerciële trajecten van Unitsky String Technologies kunnen afnemen. En zoals ik net al aangaf, op het moment dat je Anatoly Unitsky zelf aan tafel ziet bij een belangrijk gesprek, dan kun je er al vanuit gaan dat ze achter de schermen heel ver zijn. Want anders komt Anatoly Unitsky niet zelf de presentatie geven. Dus dat is de reden op het moment dat je Anatoly Unitsky zelf de presentatie ziet verzorgen, dat ze achter de schermen al heel ver zijn. En hoe dit in de nabije toekomst gaat lopen, dat zullen wij ook natuurlijk weer in geuren en in kleuren met jullie delen. Maar deze informatie is allemaal terug te vinden op de officiële kanalen. Daarnaast zijn er ook delegaties gekomen vanuit Zuid-Korea. Dus je ziet eigenlijk vanuit verschillende continenten. Eigenlijk alle continenten worden nu aangedaan. Vanuit alle continenten worden nu delegaties heen gestuurd naar het testpark in de Emiraten. Om te kijken wat daar gebeurt en om te kijken wat ze voor elkaar zouden kunnen betekenen. En we zien hier Anatoly Unitsky met een aantal collega's van Zuid-Amerika. En die zijn op wetenschappelijk niveau komen kijken in Shaya, hoe het eruit ziet. En ja, dit is gewoon heel mooi dat je ziet dat Anatoly Unitsky zijn idee kan delen met zijn collega's. En dit zijn de informatiekanalen die je dus kunt raadplegen. En ik hecht er heel veel waarde aan om erbij te vermelden dat dit dus de officiële kanalen zijn. En we beginnen dus met de bovenste, dat is www.skyway.capital. Daar kun je heel veel informatie op vinden. Tevens ook je back-office om daarin te komen. Dan krijgen we een Skype-kanaal, dat is SWC Nederland. Deze wordt binnenkort in de lucht gezet. Omdat we nu aan het kijken zijn om nog meer mensen te kunnen bedienen. En dat we eigenlijk ook de negativiteit die er nog heerst, dat we die eigenlijk ook eruit willen hebben. Omdat dat de ontwikkeling van de Unitsky String Technologies niet ten goede komt. Dan hebben we een
een Telegram-kanaal. Mocht er een van de andere informatiekanalen uit de lucht zijn, dan is er altijd nog een kanaal die misschien wel werkt. Dus we proberen op die manier zo goed mogelijk en adequaat mogelijk met jullie in contact te blijven. Dan hebben we www.ust.inc, dat is een nieuwe site. Daarop kun je alle informatie vinden van Unitsky String Technologies. Dan krijgen we www.unitsky.engineer. Dat is basis of de hoofdsite van Anatoly Unitsky zelf. En dan hebben we de officiële Facebookgroep waarin ik informatie deel. Alle updates deel die worden vrijgegeven vanuit SkyWorld Community. Dan wel Unitsky String Technologies of Used Car Transport of andere gecontroleerde mediaberichten. Mocht je nou nog vragen hebben, mocht je een probleem hebben met je account, schroom je niet om Nettie Sommers of mij te contacteren. Heb je vragen over een betaling die je misschien wil doen, maar waarbij je er niet uitkomt, kun je ons ook even benaderen. Wij zijn er helaas niet meer voor om mensen op de hoogte te brengen die aangeven, goh, ik zit sinds 2018 bij dit project, maar ik ben een beetje de weg kwijtgeraakt. Dan kunnen we enkel aangeven, nou, mocht je de weg terug willen vinden, kijk even op de officiële kanalen of kom naar een offline presentatie. Dan praten we je natuurlijk met alle liefde en plezier bij. Daarvoor zijn we. Maar het geeft ons ontzettend veel tijd en soms ook kopzorg om mensen weer individueel op de hoogte te stellen. Daarbij bemerken wij ook op dat, en dat vind ik ook wel belangrijk om dat hier nog even gezegd te hebben, dat mensen heel veel vragen hebben, maar dat ze eigenlijk niet of nauwelijks naar een webinar komen, niet of nauwelijks naar een presentatie komen. Het hoeft niet, beide zijn gratis, het staat jullie natuurlijk vrij, maar dit soort presentaties zijn heel erg belangrijk om juist antwoord te krijgen op verschillende vragen die je zou kunnen hebben. Je zult te maken hebben met vragen en als je dan een vraag stelt en vervolgens niet het antwoord krijgt wat je zou willen hebben en daarmee dan ook even de ruimte in wil nemen om negatief te worden, dat is zonde. Dat is zo zonde. Unitsky String Technologies is een fantastisch product, is een fantastisch concept wat door velen op warme handen wordt gedragen, maar waarbij negativiteit eigenlijk naar niks leidt. Negativiteit leidt tot stremmingen, leidt tot vertragingen en daar is geen enkel persoon bedrijf bij gebaat. Dus ook Unitsky String Technologies. Dus daarbij nogmaals, mocht je vragen hebben en mocht je met iets zitten, wij zijn ervoor om je te helpen en we zien je natuurlijk heel graag in webinars terug, maar we zien jullie nog liever in offline presentaties terug. Dit is het einde van mijn presentatie. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie tijd, aandacht en energie. En ik hoop jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende presentatie die ik zelf zal geven, donderdag over een week. En dan zal ik jullie weer op de hoogte stellen en brengen van alle nieuwe updates. Ik wens jullie nog een fijne avond en nogmaals dank voor jullie tijd en aandacht. Fijne avond.